Makka leven al meer dan 4 jaren zonder elektriciteit. Ze vragen de regering om hulp, aangezien het ministerie van Openbare Werken nog de NVEBS in staat is de bewoners te helpen. Anjani Gadju, die namens... Ze wil dat de autoriteiten ingrijpen, omdat er in het project tientallen kinderen wonen die naar school moeten. Tot nu toe hebben we nog steeds geen elektra. Dat komt omdat die verkaveraar geen elektra aanlegt. We zijn een paar keren geweest bij hem. We zijn ook, volgens mij al jaren zijn we bezig. We zijn bij OW geweest. Dus natuurlijk ik met de bewoners van Isabella project. En toen hebben ze gezegd van er moeten papieren in orde gemaakt worden. Die papieren zijn in orde gemaakt. Hij heeft die papieren al. Met die papieren zou hij naar EBS gaan. Samen met Jo ben ik bij de directeur, waarnemend directeur van EBS geweest. Toen de tijd, samen met die verkavelaar. Ja? En hij zei van hij moest een offerte indienen. Hij heeft die offerte ingediend. Nu is die offerte eruit, maar die verkavelaar zegt hij heeft geen geld om nu EBS te betalen. Dus wij zitten nu zonder stroom al. Ik ben al 4 jaar hier en die anderen nog langer. En ik heb kinderen, schoolkinderen, die online lessen moeten volgen. En zij zijn de dupe ervan. Niet zij alleen, want ik ook. Want ik moet ook online lessen volgen en dat kan ik ook niet. Ik moet uitrijden en dat is extra kosten. En niemand, die verkavelaar vergoedt me niet daarvoor. Het ministerie van Openbare Werken kan de verkavelaar niet dwingen om te voldoen aan de huidige verkavelingsvoorwaarden, vertelt Gadju verder. Dit komt omdat hij het project heeft verkaveld gedurende een periode toen er geen vergunning daarvoor nodig was. Als ik moet aangeven, vorig jaar beste slade van HAVO was van Isabella project. Een jongen van onze hier bij HAVO. Hij is van dit project is hij. En zonder elektra heeft hij toch beste cijfers kunnen halen. Maar nu moet hij naar universiteit gaan. En dan online lessen volgen. Hij is nu verplicht om ergens anders te gaan wonen en zijn gezin te laten. Of bij zijn ouders te laten. Zijn ouders te laten om bij iemand anders te gaan. Om online lessen te volgen. En dat is zo vreselijk voor een kind dat nog groeit. Mijn kinderen ook. Mijn kinderen kunnen geen online lessen volgen. Maar die leerkrachten weten het ook. Maar ja, de verkavelaar moet hier aanleggen. Ik wil hierbij ook de regering vragen. Kan de regering wat voor ons doen? Dat er een druk wordt gelegd op de verkavelaar om dan nog elektra aan te leggen. Want zo kan het niet verder. Kijk in welke... Nu leven we in een andere situatie, in een andere wereld met computers en al. En als we geen elektra hebben, kunnen we niet verder. We blijven maar achter. We weten niet wat er in Suriname gebeurt, want we zijn gewoon afgesloten van de wereld. Tot zover Anjani Gadju van het Isabella project Uitkijk, Saramakka. Er is in dit woongebied nog geen elektriciteit aangelegd.